aangenomen. Illegaal laboratorium voor chemische strijdmiddelen. Chemische, biologische, radiologische en nucleaire oorlogsvoering. Mocht er hier in Nederland of in andere landen iets voorvallen op zeebrengebied, dan is het zaak voor ons dat wij daar gaan bestrijden. Taken die wij krijgen, dat is bijvoorbeeld een chemische of een radiologische verkenning uitvoeren. Voor de verkenners zit daar gewoon heel veel training en vaardigheden in om die zo snel mogelijk op peil te krijgen. Door middel van die lans kan je dus al heel snel op locatie een uitslag krijgen middels een computer. De man die achter de computer zit, die heeft heel veel verantwoordelijkheden, want die geeft uiteindelijk het advies aan de commandant uit van wat is het nou. En als hij dus niet goed zijn werk heeft gedaan, worden de verkeerde conclusies en verkeerde adviezen gegeven. Zodra de verkenning eigenlijk is geweest, gaan we het meenemen, zodat het uiteindelijk forensisch gebruikt kan gaan worden. Mocht er een chemische aanval zijn geweest, de voertuigen hebben daar natuurlijk ook mee te maken gehad. En die ontsmetten wel door men. Romeo, hier Charlie. Aangekomen op locatie, ontsmettingsstraat, over. Voordat wij die straat inrichten, wordt er nagedacht over hoe wij die straat inrichten. Er wordt rekening gehouden met windrichtingen, groottes. Er wordt met heel veel dingen rekening gehouden. Als wij het niet goed ontsmetten, dan heb je kans dat het blijft zitten op het voertuig. Die dat weer meeneemt de normale straat op. Waardoor die ook weer anderen kan besmetten met dat middel. Als iemand mij dit 20 jaar geleden had verteld dat ik dit ging doen, had ik hem voor gek verklaard. Maar de werkzaamheden zelf die wij doen met deze uitrusting, is het verschrikkelijk mooi. En daar kan je van de buitenkant heel moeilijk een voorstelling van maken wat dit precies is.